bij de, het aantreden van het nieuwe bestuur is in ieder geval aangegeven dat we bekend zijn met de situatie van het land. We weten dat het land financieel er niet zo rooskleurig voor staat. Derhalve gaan we het aspect van gaan voor loonsverhogingen even on hold zetten. We zeggen niet dat we niet ervoor gaan, want geld is uiteraard belangrijk. Maar we hebben gezegd, op dit moment is het primair behoefte aan verbeterde arbeidsomstandigheden. Toch? En we hebben ook behoefte aan een menswaardig dienstrooster. Het is namelijk zo dat wij nu een systeem hebben waarbij de politiemensen een nachtdienst draaien van 9 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Je bent dan 7 uur thuis en dan moet je 1 uur weer van huis vertrekken om 2 uur weer in dienst te zijn. Als je goed nagaat, heb je 4 à 5 uur om uit te rusten. Die middagdienst die ga je dan draaien van 9 uur 's avonds, 2 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Je bent dan 10 uur thuis, je moet alle 5 uur opstaan om 6 uur weer aan het werk te zijn. Dus je hebt dan weer 7 à 8 uur om te slapen. Voor de vrouwelijke collega is het niet te doen en voor de mannelijke collega nog minder. Dit hebben we allemaal voorgelegd aan de minister. We zijn zaken nagegaan, ILO, conventions en de nationale wetten. En wij hebben gezegd van dit is onkan. Wat bleek? Dat we 2,5 maand verder zijn. En dat we steeds aan het lijntje worden gehouden. En dat er op de een of andere manier subtiel powerplay wordt gespeeld met de politiebond. Of dat men tijd probeert te rekken. Ik weet niet waarvoor. Maar in ieder geval voor de Surinaamse politiebond is de maat vol. En we willen niet op deze voet verder gaan. Dat is dan ook de reden geweest voor een paar fricties die gisteravond en vandaag hun climax hebben bereikt. We hadden een afspraak met de minister om samen met haar en de korpschef ons terug te trekken voor dit weekend om deze zaken te bespreken. En het verbaasde mij dat ik gisteravond op mijn mobiel las van de minister dat ze die meeting heeft afgelast omdat er vanuit de politiebond bedreigende uitlatingen zouden zijn gedaan, impliciet bedreigende uitlatingen, en dat er zaken zouden zijn gepost op Strana Skoto, dat is een besloten groep voor politieambtenaren op social media. Toch, die berichten hebben haar bereikt, ondanks dat ze geen lid is van die groep. En op basis daarvan heeft ze besloten om die meeting te cancelen zonder het principe van hoor en wederhoor toe te passen. Al voor zover wij weten is Facebook, uitlatingen op Facebook, niet het niveau van een minister. Om zaken van Facebook te gaan halen in een officiële gesprek en officiële onderhandeling. Facebook is Facebook en business is business. Vanmorgen heb ik er, desondanks alles, heb ik er vanmorgen weer gebeld. Wat zij me zegt, van kom naar de Republiek, dan gaan we praten. Ik zeg wanneer, ze zegt nu. Ik zeg oké, ik kom. Dus de minister heeft enerzijds gezegd, die meeting gaat niet door, maar dan trekt ze zich wel terug met de korpsleiding. Het geeft reden om te vermoeden dat de minister bezig is te hokken met de korpsleiding. Of het waar is, weet ik niet. Maar althans, bij ons werd de indruk gewekt dat de minister bezig is te hokken of te samensweren met de korpsleiding tegen de Surinaamse politiebond. Ik heb even met mijn makers gesproken. Ze zeggen van nee, dit kan niet. Ik heb gezegd van oké, is goed, dit kan inderdaad niet. Maar ik bel weer. En dan gaan we proberen om het telefonisch op te lossen. Ik heb weer gebeld. Ik bel weer. En tot mijn verbazing zegt ze, van ze gaat op luidspreker zitten als ik wil. Want dan gaat de MT mee luisteren, dan gaan we telefonisch vergaderen. Ik ben akkoord gegaan, want ik zoek toch naar een oplossing. Ik wil een oplossing voor mijn leden. Dat wordt ook een probleem. De voorzitter komt aanschrijven en die zei even wat. En de minister die zei van doei, neerleggen. Toch, ze was een tijdje met de secretaris aan de telefoon op den duur. Ben ik erbij gekomen en ik heb de minister gezegd, voor mij kan dat niet. En dat was reden voor de minister om de telefoon in mijn oor neer te leggen. Ik zeg maar oké, is goed. Zo kunnen we daar niet doorgaan. We willen gaan een persconferentie. We gaan de samenleving informeren dat wij maandag dit gaan voorleggen aan onze leden. En wat zij beslissen, dan moet de minister instaan voor de consequentie samen met de president en de korpschef. We bereiden de samenleving ook erop voor. En
We hebben in ieder geval van maandag aanstaande een spoed ALV gepland. En we gaan het overlaten aan de leden van de Surinaamse Politiebond om te beslissen hoe verder. En wij van de politie in ieder geval zijn niet verantwoordelijk voor datgene wat besloten wordt tijdens die ALV. Omdat we kosten nog moeite hebben bespaard om ons speaking terms te blijven met de werkgever. Wat ik mag je ook zeggen, dat met Daniels gaan we het niet redden. Het is moeilijk KPS te redden met Daniel als korpschef. Maar desondanks proberen we alles te doen. Het is moeilijk om te werken met iemand die niet bereid is naar andere mensen te luisteren. Dan moet je liever op een eiland wonen, is daar van jou. Dan mag je alles daar beslissen en alles zelf daar doen. Maar zolang wij in een geciviliseerde samenleving zitten, zijn wij verplicht met elkaar te communiceren. Maar dat is wat Daniel niet kan.